Wat fijn dat je vandaag terug bent bij de dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Want hoe je het ook doet, tijd nemen om in Gods aanwezigheid te komen is altijd het beste. Jouw overdenking voor 12 februari. Gods goedkeuring. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Numeri 6, vers 24 en 26. Moge de Heer u zegenen en u beschermen. Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Wij moeten woorden van bevestiging uitspreken over mensen. We moeten deze zegen uit Numeri 6, vers 24 en 26 weer voor de dag halen. Moge de Heer u zegenen en u beschermen. Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig, liefdevol, vergevingsgezind en gunstgevend zijn. Moge de Heer u zijn goedkeurende gelaat toewenden en u vrede geven. Met andere woorden, God glimlacht naar jou. Denk daar eens over na. Elke keer dat je naar iemand glimlacht, zeg je tegen hem: je hebt mijn goedkeuring, ik accepteer jou, je bent tof. God keurt je niet alleen goed, hij glimlacht naar jou. Hij houdt van je. Dat moet je zo diep in je hart geworteld zien te krijgen, dat niets dat ooit van je weg kan nemen. Als je in Gods liefde geworteld bent, zal hij jou helpen om in geloof op te staan en te beginnen met wandelen in gehoorzaamheid aan hem. Maar je kunt niet vooruitlopen op hem en goede werken pogen te verrichten in je eigen kracht. Je moet het woord van God kennen, zodat je weet wie je bent in Christus. In Psalm 18, vers 19 zegt David: God schiep behagen in mij. David was niet perfect, maar hij wist dat God verblijd was over hem. God is ook blij met jou. Die waarheid moet je diep tot je door laten dringen. Hij glimlacht over jou en hij houdt heel veel van jou. God heeft je lief. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heer, dank u voor al uw liefde en goedkeuring voor mij. Dank u dat u naar mij glimlacht. Uw liefde heeft mijn leven veranderd en ik weet dat dit zal blijven gebeuren als ik in u blijf groeien. In Jezus' naam. Amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen. Mocht je anderen ook willen attenderen op deze podcast, abonneer je dan op ons kanaal en stuur deze overdenking door aan iemand die vandaag een bemoediging kan gebruiken. Alvast bedankt.